Voorzitter, ik heb begrepen dat eerder op de dag door uw college vragen zijn gesteld met betrekking tot een voorval welke zich heeft voorgedaan op vrijdagavond, waarbij er een zak zou zijn gegooid op het terrein van het kantongerecht aan de Wulfinghstraat. Voorzitter, als u mij toestaat, kan ik daarop ingaan. Voorzitter, ik kan aangeven dat op vrijdagavond jongstleden omstreeks 22.30 uur er zich een geval heeft voorgedaan waarbij een zak met projectielen is gegooid op het terrein van het kantongerecht aan de Wulfinghstraat en er zijn schoten gelost op het gebouw. De dienstdoende ambtenaren al daar bleven gelukkig ongedeerd. Voorzitter, twee mannen gezeten op een bromfiets zijn in beeld gekomen. De doorrijder zou de zak met projectielen hebben gegooid op het terrein, waarna hij schoten heeft gelost op het gebouw. De projectielen zijn meegenomen door de bomsquad van het directoraat Nationale Veiligheid en zijn ondertussen onschadelijk gemaakt. Het gaat om een RPG anti-tank projectiel, een mini-RPG, oftewel een antipersoneel projectiel en een handgranaat die waren vastgetaped aan elkaar. Voorzitter, er is een diepgaand onderzoek ingesteld met betrekking tot de aanslag en het onderzoek loopt nog. Er is een speciaal onderzoeksteam is daarmee belast onder aansturing van een officier van justitie. Zoals aangegeven, voorzitter, is dit onderzoek nog gaande. Intussen zijn de veiligheidsmaatregelen ter plaatse opgevoerd. Ik kan aangeven, in de avonduren is er sprake van wegafsluiting en er zijn meer beveiligers ter plekke. Daarnaast zijn er instructies gegeven om aan alle regiocommandanten voor verscherpte controle bij strategische locaties, waaronder nutsbedrijven, banken, het parket, overheidsgebouwen, ambassades, consulaten en andere strategische objecten. Voorzitter, ten aanzien van de status van het onderzoek, de onderzoeksunit is druk bezig geweest de beelden in en rondom het gebied te analyseren en kunnen in het belang van het onderzoek op dit moment niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Ik kan wel aangeven, voorzitter, dat het gaat om een aantal beelden van verschillende camera's. Ik wil hiermee voorstaan, voorzitter.